Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate van vandaag 4 mei 2016. Dat is het bulletin van woensdag. Vandaag bestaat de uitzending uit kort nieuws en een column. Vandaag in de uitzending geen morsen en ook geen slow scan televisie. Ja, ik heb nog een aanvulling op voor het bericht, of een aanvulling op het bericht van het legaal worden van kleinschalige omroep op de Middengolf binnenkort. Inmiddels zijn ook de frequenties bekend. Voor 100 watt is dat 747 kHz, 828 kHz, 1035 kHz, 1251 kHz en 1395 kHz. Het gaat dus om een beperkt aantal vastgestelde locaties. Bij deze frequenties worden tijdslots aangevraagd. Dus je kunt bijvoorbeeld aanvragen, ik wil één keer per week 4 uur op donderdagavond uitzenden. Voor 1 watt geldt dat het landelijk 1485 kHz is. Daar zijn geen tijdslots, je mag gewoon 24 uur per dag uitzenden desnoods. En de zenders die zitten minimaal 1 kilometer uit elkaar. Dat wil zeggen, als iemand dichter dan 1 kilometer bij jou vandaan een vergunning aanvraagt, dan krijgt hij hem niet. De toegestaande modulatiesoorten, dat is leuk, is AM en DRM. De site SW Elling heeft een artikel over de nieuwe Nederlandse regels en raadt bezoekers alvast aan om op de web SDR van Twente naar de nieuwe zenders uit te luisteren. Ja, een heel wat minder vrolijk bericht. Duitsland krijgt dit jaar helaas geen toegang tot 70 MHz. In 2014 en 2015 konden de amateurs aan de andere kant van onze oostgrens van mei tot en met augustus gebruik maken van het sporadische e-seizoen op die band. Het Duitse ministerie van Defensie heeft de aanvraag na een initiatief van de DARC uit november 2015 voor een gedoogregeling voor dit jaar helaas afgewezen. De Duitse ronde tafel, vergelijkbaar met ons amateuroverleg, blijft zich inzetten om de mogelijkheid voor gebruik van 70 MHz voor volgend jaar wel weer mogelijk te maken. Een piraat vanuit Bagdad in Irak, die zich Hassan noemt, is volgens verschillende bronnen een ware plaag voor de DX-wereld. Hassan maakt er een hobby van om met allerlei gewilde roepnamen in de lucht te komen, maar is een piraat. Hassan komt vaak in de lucht met een Yankee India 1 roepnaam en soms met de roepnaam Tango Alpha 7-Yankee India 1. Hij is meestal actief tussen 14178 en 14188. Het advies van de DX-gemeenschap is om de man vooral zoveel mogelijk te negeren, omdat dat de beste methode is in zo'n geval. In Irak zijn de problemen groot en liggen begrijpelijkerwijs de prioriteiten op een ander vlak dan het oprollen van pestkoppen in de amateurband. De DARC heeft na vele jaren een nieuwe, modern ogende layout van haar website. Het is al een tijdje aangekondigd. Het is wel wennen. Ik doe dat niet zo vaak, maar af en toe heb ik een column in de uitzending. Zo ook vandaag. Dit soort dingen doe je als journalist af en toe. Normaal probeer je het nieuws zo weinig mogelijk door je eigen voorkeuren en opvattingen te laten bepalen. Zo'n column dient er soms voor om mensen te prikkelen of om mensen een ander gezichtspunt op een bepaalde kwestie te laten zien. En soms stemt het ook tot nadenken. Vanavond om 8 uur zijn de 2 minuten stilte van de dodenherdenking. Ik zou het mooi vinden als mensen ook via de amateurfrequenties, dus niet alleen via de repeaters, die stilte in acht zouden willen nemen. De mobiele telefoonproviders die van harte een actie van een aantal Nederlanders ondersteunen om tijdens de dodenherdenking allemaal de mobiele telefoon af te zetten, overwogen nog even om het hele telefoonnet die 2 minuten maar uit te schakelen. Het is, vind ik, mooi dat ze dat niet hebben gedaan. Als een hele grote groep mensen op de Dam waar er maar eentje tussen hoeft te zitten om dit allemaal te verpesten, en masse hun telefoon stilhouden, is dat natuurlijk een heel veel krachtiger signaal dan wanneer dat door de techniek van bovenaf wordt afgedwongen. Ik ben in mijn hele leven die 2 minuten maar in totaal 1 keer vergeten. Dat wil zeggen, vanaf dat ik me 1 jaar of 5 oud het bestaan van die herdenking realiseerde. De ene keer vergeten, dat was vorig jaar. Ik had het geweldig druk met iets en ik had die hele week al een zeurende hoofdpijnaanval gehad. Bij zo'n hoofdpijnaanval ben ik vaak een poosje met de tijd of met de dagen in de war. Ik ben niet echt in de war, want ik weet wel de tijd, maar soms heel even is dat besef er dus niet helemaal. En dat herstelt zich dan gaandeweg weer als de hoofdpijn is verdwenen. Zo was het ook die herdenkingsdag. Ik was druk met iets en normaal gesproken heb ik de bewegende schemerlamp van de televisie wel aanstaan. Maar omdat ik met die hoofdpijn nog in het achterhoofd zat en niet afgeleid wilde worden, was dat dit keer niet het geval. Een kwartier of zo na de tijd dacht ik ineens van shit. Dat liep me de hele avond vervolgens niet meer los, tot ik om 10 uur dan maar alsnog mijn eigen privé 2 minuten stilte heb gehouden. Ik weet het niet helemaal zeker, maar ik denk dat ik het daarmee wel weer goed heb gemaakt. Ook vanwege die keer vergeten van mij van vorig jaar wil ik nog een keer extra mijn duit in dit zakje doen. Als je respect hebt voor de mensen die ook voor onze vrijheid hun leven hebben gelaten, kom dan die 2 minuten rond 8 uur niet in de ether.